Het is 1 november, Wereldveganismedag. De dag die bedoeld is om veganisme onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat mensen minder vlees gaan eten, of het liefst natuurlijk helemaal niet. Dat is beter voor jezelf, beter voor de dieren en zeker beter voor het milieu. Als je begint als veganist, dan is eten de eerste stap. En daarna ga je verder nadenken van waar worden dieren eigenlijk voor gebruikt. En dan kom je inderdaad bij leer, of je komt bij wol, of je komt bij zijde. Dat wil je dan ook niet. Dat betekent dus geen vlees, vis, honing, melkproducten en eieren. Maar wel heel veel groenten en fruit en vleesvervangers als je dat zou willen. En dat hoeft niet. Er zijn veganisten die helemaal geen vleesvervangers willen hebben. Maar er zijn ook veganisten zoals ik. Ik vond vlees altijd heel erg lekker totdat ik erna ging denken. Dus ik hou heel erg van vleesvervangers. Ze hebben bijvoorbeeld heel lekkere saté hier in de zaak. Die is echt niet van echt te onderscheiden. Super lekker. En je eet gewoon bewuster. Dus je gaat ook groentes anders proeven. Waardoor je dus ook echt lekkerder eet. Sinds 1,5 jaar is Danielle Vol veganist. Ik ben veganist geworden doordat ik in eerste instantie het hoorde dat kip antibiotica bevatte. En toen dacht ik, dat wil ik niet in mijn lijf meer. En toen is de knop omgegaan voor vlees en vis. Toen zijn wij documentaires gaan kijken en de documentaire Cowspiracy. Die gaat over met name het milieu, zeg maar. Dus belasting voor het milieu. Die heeft ervoor gezorgd dat wij, mijn man en ik samen, veganist zijn geworden. Mensen zijn over het algemeen ook, als je zegt van ik ben veganist, dan is de eerste vraag, en hoe zit het met je eiwitten? En hoe zit het met je vitamine B12? Dat is er ook eentje. En je vitamine D. Dat is eigenlijk altijd een issue. Je moet eigenlijk altijd zorgen dat je dat soort dingen genoeg in je eetpatroon hebt zitten. En juist het veganistisch eten, als je bewuster gaat eten, dan kan je echt ervoor zorgen dat je niet eens aanvullingen nodig hebt. Danielle wil dat we bewuster nadenken over wat we eten.